Hallo en welkom bij Informatiebeheer Nu. Ik ben Gerard Koster, jullie dagvoorzitter, werkzaam bij de gemeente Utrecht als strategisch adviseur informatiebeheer. We hebben de afgelopen jaar en een beetje meerdere kennissessies gehad, regiosessies, waarbij we in de regio nationale kennis met jullie deelden en ook op zoek waren naar regionale sprekers die ook aansloten op de problematiek die jullie lokaal hadden. Was een groot succes, maar aan alle goede dingen komt uiteindelijk een einde. Dus nu ook de eindsessie voor informatiebeheer nu. Ik ga jullie nu meenemen in ons programma. Krijg zo meteen een openingswoord van wethouder Jeroen de Lange van Bergen op Zoom. Die zijn visie op informatievoorziening met jullie gaat delen. Waarbij hij gaat aangeven dat informatie inderdaad de grondstof is voor de democratie. Daarna krijgen we Alice Strating. Zelfstandige van de e-connectie, ook aangesloten bij ons kennisplatform Informatiehuishouding Overheden, die jullie gaat meenemen in de regiobijeenkomsten die we gehad hebben. Een kleine terugblik. En daarna gaan we verder met Dieneke Meijering van de provincie Groningen, die ook gaat meenemen in hoe je zelf regiosessies kan organiseren. Nu we natuurlijk deze reeks regiosessies die we zelf georganiseerd hebben ten einde komen, is het natuurlijk ook mooi om te kijken of we daar vervolg aan kunnen geven. Waarbij we wel bij je willen ondersteunen, maar nu ook echt ook de bedoeling is dat de professionals het zelf gaan overnemen. Vervolgens krijgen we Annelies Cordes en Arnoud Goos van Beeld en Geluid. Die gaan meenemen in hoe je video Tule kan archiveren. Beeld, geluid en materiaal uiteraard ook. En dan vervolgens Marieke van Vonderen van de provincie Zuid-Holland. Met gedrag kan anders. Waarbij ze aangeeft dat awareness een belangrijk onderdeel is van informatiebeheer. Vervolgens hebben we onze laatste spreker, Mathieu Rutte, van de gemeente Sertogenbosch. Die eigenlijk een vooruitblik geeft over wat hij denkt dat ons werkveld valt nou ja, te wachten. Welke uitdagingen komen eraan en hoe moeten we die opnemen? Vervolgens zal ik wat woorden ter afsluiting met jullie delen. Dus tot zover het programma. Ik hoop dat jullie er allemaal zin in hebben. En ik wil bij deze het woord geven aan Jeroen de Lange. Wethouder bij de gemeente Bergen op Zoom. Jeroen. Ja, dankjewel. Nou, welkom allemaal. Inderdaad, Jeroen de Lange uit Bergen op Zoom. En het is eigenlijk wel bijzonder, want het is vandaag dinsdag en ook al jullie colleges zullen collegevergadering hebben. In Bergen op Zoom vinden wij deze wet echter zo belangrijk dat wij naast wat extra mensen hebben aangenomen, ook hier even de collegevergadering voor onderbreken. Want er is wel iets bijzonders. 49 dagen geleden heeft de Eerste Kamer ingestemd met deze wet. En over 159 dagen is het zover. Dat wil zeggen, in 208 dagen de mogelijkheid om de uitvoering op te pakken en actie te gaan ondernemen. Bijzonder voor een wet waar eigenlijk al heel veel jaar over gesproken is. Dit geeft denk ik ook de uitdaging aan waar we met z'n allen voor staan. Vanuit Bergen op Zoom. Een prachtige vestigingsstad die redelijk gesloten is en wat informatie betreft altijd liefst alles voor zichzelf houdt, is het een grote uitdaging om het vertrouwen waar deze wet voor is van de inwoners en burgers terug te winnen en sterker nog proactief in plaats van reactief. Naast de enorme uitdagende ICT-opgave met systemen waar ik gelukkig heel weinig van weet en mijn eigen ver van hou. Zijn er wel drie andere belangrijke dingen die daarvan belangrijk zijn? En dat is namelijk de bewustwording. De bewustwording van een ieder, ambtenaar, bestuurder, adviseur, om deze wet te implementeren. En die bewustwording, daar wil ik ook extra aandacht voor vragen, om dat op te pakken. Eigenlijk heel eenvoudig is het, denk ik. Want zoals het bij veel wetten gebeurt, beginnen ze 2 weken van tevoren te zeggen: we hebben een nieuwe wet. Maar dan zijn we met z'n allen te laat. Dat weten we. Dus de opgave is, en dat is ook mijn advies. Spreek vandaag, na de sessie, eens een keertje een collega aan. En zeg: ken je de wet WOO? En heb een gesprek met hem. Omdat het niet alleen van de specialisten en de mensen die ermee bezig zijn, moet zijn. Maar hij moet van iedereen worden. En daarnaast zou ik eens adviseren. Spreek eens een keertje een willekeurig iemand aan. Dat kan je partner thuis zijn, of bij de hockeyclub of bij de voetbalclub. Weet je wat er aankomt? Om te zorgen dat het vertrouwen eigenlijk in de overheid, want dat is wat we voor doen, terugwinnen met deze wet.
En dat is juist de bedoeling. Ik zou zeggen een heel prettige en informatief en leerzame sessie. Mochten jullie nog een keer tijd over hebben en langs Bergen op Zoom rijden, doe dat vooral niet. Maar rij eens aan en kom eens naar de prachtige binnenstad. Dank, heel veel succes en laten we de 159 dagen die we hebben nog goed besteden, omdat we zorgen dat we voorbereid zijn. Jeroen, heb je nog tijd voor een hele korte vraag? Natuurlijk. Ik heb een kwartier gekregen van mijn collegeleden. Die zei, je hebt een kwartier de tijd. Nou, helemaal super. Dan kunnen we meer dan één vraag stellen. We hebben er helaas nog maar eentje. Maar de vraag die gesteld is, wat zie jij zelf persoonlijk als grootste risico om de WOT te implementeren? De mindset. De mindset van een ieder. We zijn natuurlijk de bewustwording. Ik zal hem anders framen. De bewustwording dat we het uiteindelijk doen voor de burgers en de inwoners. En dat we die vanuit de basis en vanuit het begin moeten betrekken. Omdat we daarvoor doen. En dat vergt een andere manier van handelen en denken. En heb je er misschien ook nog wat tips voor die je mensen zou kunnen meegeven? Hoe zou je dat dan kunnen aanvliegen, die mindset, dat awareness eigenlijk van de mensen? Ja, tips. Mijn insteek is altijd keep it simple. Dus probeer aan de keukentafel of aan je buurman uit te leggen waar je mee bezig bent. En wat we natuurlijk heel vaak doen, we schieten in technieken of in specifieke bewoordingen. Terwijl de uitdaging is om te zorgen dat de inwoner het snapt en dat zorgt dat de overheid dienstbaar is voor de inwoners. Dus veel praten, veel communiceren vooraf om zo de mensen erbij te betrekken. Dus je zegt eigenlijk stel de mens centraal. Ja, volgens mij moeten wij juist dienbaar zijn voor de inwoners van onze gemeentes. Of provincies. Dus daar doen we het voor. En dat vergt behoorlijk wat dilemma's soms. Natuurlijk kan je niet altijd alles open en transparant delen. Maar de procesgang, ja, die is wel erg belangrijk om die open en transparant te delen. Ja, heel mooi. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Geen verdere vragen zie ik. Dus dan gaan wij bijna over naar het volgende onderwerp. Nee, wel dat mijn besturing. Ah, ja. Alvorens we overgaan op Alice Strating, nog wat kleine huishoudelijke mededelingen. Ik had het eigenlijk net al moeten doen. Maar als u vragen heeft, stel die via de chat. Simpele vragen zullen door mijn collega's Jeroen Jonkers en Eunice Vink worden opgepakt. En de wat complexere vragen, die zal ik zelf overbrengen op de sprekers. En dat gezegd te hebben, wil ik heel graag overgaan naar mijn collega Alice. Ja, dankjewel Gerard. Welkom allemaal. Ik zal jullie vandaag een kijkje achter de schermen geven bij de organisatie van de regiobijeenkomsten. Ondertussen geef ik aan Gerard aan wanneer die naar de volgende dia kan. En dat is nu Gerard. We hebben er een paar. En daarmee loods ik jullie eigenlijk een beetje door de organisatie, hoe we de regiobijeenkomsten hebben georganiseerd en wil ik jullie daar ook mee inspireren. Het organiseren van de regiobijeenkomsten komt vanuit het KIA-platform en specifiek van het kennisplatform Informatiehuishouding Overheden. En samen met de VNG hebben we dit uitgevoerd. De werkgroep bestaat eigenlijk uit hele diverse personen. Ze staan hier netjes op de sheet vermeld en ze zijn werkzaam bij verschillende organisaties, zowel bij gemeenten, bij archiefinstellingen, maar ook vanuit verschillende functies in het vakgebied. En eigenlijk die combinatie van verschillende mensen ontstond er begin 2020 het mooie idee om in het hele land fysieke bijeenkomsten te plannen op locatie om zo de regionale samenwerking te versterken. Op de volgende dia gaan we ook wat meer in op het doel, want de opzet was eigenlijk vooraf, hadden we bedacht, ja, de regiobijeenkomsten worden in elke provincie georganiseerd om echt die regionale contacten onderling te versterken. We wilden met workshops aan de slag en echt een actieve deelname. En er wordt ook gevraagd van de deelnemers dat ze aan de slag gaan met hun eigen vervolg. Bijvoorbeeld een verdere uitwerking van een thema dat tijdens de sessie was behandeld. En de VNG en OKIA bieden daarbij hun hulp aan.
Nou, de vraag is dan, is het doel bereikt? Nou, dat klopt, jazeker. We hebben verschillende onderdelen waarmee het doel bereikt is. En mag je naar de volgende dia, Gerard? Want eigenlijk hebben we in elke provincie hebben we de bijeenkomst weten te organiseren op één provincie na. In sommige provincies zijn zelfs meerdere bijeenkomsten geweest. En het regionale contact is zeker versterkt. We zien dat er bij een aantal provincies ook daadwerkelijk mooie vervolgsessies zijn georganiseerd. Als voorbeeld gaat Dineke straks wat vertellen over Groningen. Maar ikzelf was ook betrokken in Drenthe. En in Drenthe hebben we afgelopen september zelfs de derde sessie georganiseerd. Waarbij alle gemeentes in Drenthe en de provincie betrokken zijn. En waar inhoudelijk wordt nagedacht over onderwerpen uit het vakgebied. Nou, ook werd voor iedere regionale sessie samenwerking gezocht en ook gevonden. Dat deden we onder andere door lokale sprekers te zoeken of sprekers in contact te brengen met mensen die lokaal in het vakgebied zaten. Zo hebben we in Overijssel een heel aantal mensen uit het vakgebied gevonden die in de bestaande presentaties hun feedback gaven, zodat het een extra regionaal tintje kreeg. Ook werden een aantal sessies ingeleid door plaatselijke bestuurders, zoals de commissaris van de Koning of een betrokken wethouder. Daarnaast hebben we heel veel verschillende onderwerpen behandeld. En deze onderwerpen hebben we niet zomaar bedacht, maar er is vooral gekeken naar de behoefte die er in de regio was. Alleen één nadeel, geen mogelijkheid voor een borrel achteraf. Want al snel gooide corona roet in het eten en lukte fysiek bijeenkomen eigenlijk niet. Een enkele sessie heeft fysiek plaatsgevonden, maar eigenlijk de meeste digitaal. En het nadeel hebben we wel ervaren dat het vooraf en achteraf nog even nakletsen en borrelen, dat helaas ontbreekt. Maar er waren ook voordelen voor digitaal organiseren en die hebben we ook op de volgende sheet staan. En die hadden we vooraf eigenlijk niet kunnen bedenken. Omdat je alles digitaal hebt georganiseerd, zag je ook dat het voor deelnemers veel flexibeler was om deel te nemen. Je kon soms een gedeelte van een sessie volgen of alleen een bepaald onderwerp. En de drempel was ook lager om deel te nemen, omdat je natuurlijk nergens naartoe hoefde en gewoon vanuit huis het kon deelnemen. Van tevoren maakten we ons nog wel een beetje zorgen over actieve deelname. Want dat was natuurlijk nog wel het doel, om workshops te organiseren. Maar we hebben heel veel nieuwe ideeën en tools leren kennen die daar ons bij hebben geholpen. Zoals Mentimeter, maar ook digitale post-its, het werken in verschillende subgroepjes in Teams, waardoor veel verschillende ideeën naar boven kwamen en het workshop-idee ook zeker uitgevoerd kon worden. Nou, ook hebben we door het digitale houden van de regio-sessies konden we sommige presentaties opnemen en konden mensen het achteraf terugkijken. Maar ook hebben we presentaties opgenomen en meerdere keren getoond in verschillende sessies. Of werden filmpjes vooraf toegestuurd aan betreffende deelnemers. Nou, op de volgende dia zie je hoeveel verschillende onderwerpen er aan bod zijn gekomen. Volgens mij waren er nogal wat meer, maar dit zijn echt de belangrijkste. Sommige onderwerpen was ook gewoon heel veel vraag naar en kwamen meerdere keren terug. Zoals de veranderende wetgeving, die is bijna in elke provincie wel aan bod geweest. En archiving by design is ook een heel aantal keren gegeven. Wel werden er dan verschillende sprekers ingezet en werd de inhoud van de presentatie echt elke keer afgestemd op de lokale behoeften. Deze behoefte werd dus vooraf ook echt gepeild bij lokale instellingen, zoals sommige gemeentes, vaak ook de provincie of archiefinstellingen. En een lokale persoon als aanspreekpunt hielp ook echt om de informatie voor ons op te halen wat er speelde. En zo kregen we eigenlijk een mooi programma wat aansluit in de regio. Kia, kun je op je gemak ook nog alles teruglezen over deze onderwerpen? Dat zien we op de volgende dia. En we hebben een speciaal ingerichte campagnepagina daarvoor. Die zie je in het plaatje aan de linkerkant onder campagnes. Als je daar naartoe gaat, dan kun je ook zien dat de inhoud is gesorteerd op bijeenkomst, maar ook op onderwerp. Je kunt van een specifiek onderwerp op zoek naar de laatste stand van zaken. En neem eens een kijkje in onze kennisindex. Kom je nou sprekers tegen die wat hebben verteld over een onderwerp
Je kunt ze gerust benaderen voor meer informatie. Dat was wel echt heel erg mooi aan deze sessies. Dat alle sprekers die meededen gewoon heel vrij waren. Ook na de sessies nog heel veel ruimte hadden om vragen te beantwoorden. Dus heb je nog vragen over een bepaald onderwerp? Kijk op Kia en stel ook de vragen. Nou, voor zover mijn verhaal over de achtergrond van de regio-sessies. Wil je nu zelf ook een regio-sessie organiseren of een soortgelijke sessie, maar heb je geen idee hoe? Je kunt in ieder geval bij ons, bij mij mag je de vragen stellen, bij mijn Kia en VNG-collega's om je op weg te helpen. Maar Dieneke Meijerink zal ook vertellen vanuit de provincie Groningen wat hun eigen ervaring hiermee is. Voor nu bedankt. Zijn er nog vragen, Gerard? Er zijn nog zeker vragen. Ik dacht, ik bewaar deze even voor het einde. Want die gaan er namelijk over, krijgt dit aanbod nog een vervolg? Er zijn meerdere mensen die de vraag gesteld hebben. Gaan er in 2022 ook nog webinars georganiseerd gaan worden? En wat kun jij erover delen? Ja, hele goede vraag. Daar hebben we het als groep zelf ook over gehad. En we hebben daar, een klein stukje van jouw stukje toe, Gerard, die aan het einde van de presentatie gaat vertellen. Maar we hebben een evaluatieformulier, waarbij we ook vragen waar mensen behoefte aan hebben. We willen niet elke keer hetzelfde doen, maar we zijn erg benieuwd waar de deelnemers behoefte aan hebben. Wil je soortgelijke regio-sessies? Of wil je het misschien op een andere manier? Of op een, bepaalde onderwerpen die je graag terug zou willen zien? Daarvoor kunnen mensen het evaluatieformulier invullen. En dat nemen we weer mee in onze werkgroep om te kijken op welke manier we er een vervolg aan kunnen geven. Nou, dank je voor dat antwoord. En dan is er nog een andere vraag. Wat is het verschil tussen de webinars van informatiebeheer nu en de webinars van grip op informatie? Het verschil is dat bij de webinars die vanuit deze regio-sessies georganiseerd is dat er echt gekeken is naar die lokale verbinding, echt die regionale verbinding. En het idee was dus ook om het oorspronkelijk echt fysiek te doen. Fysiek op locatie met de mensen uit de regio. Dat werd digitaal en daardoor lijkt het natuurlijk heel erg op elkaar. Maar juist wel het stukje regionaal wat we erin hebben gestopt, dat onderscheidt ons weer van grip op informatie. Maar beide zijn hele mooie manieren om meer kennis op te doen. Ja, heel mooi. Dan wil ik je nog één vraag stellen. Wat was eigenlijk jouw mooiste moment van het afgelopen jaar van alle bijeenkomsten? Dat was een hele goede vraag. Want dat is meer in algemene zin. Het mooiste vond ik de samenwerking tussen de regio's als we zo'n sessie gingen organiseren. Het lijkt heel veel werk om te doen. Dat je denkt, nou, hoe ga je dat aanpakken? Maar dat viel echt heel erg mee. Als je het samen doet en vooral ook met de mensen die zitten in een bepaalde regio. Ja, dan zie je dat heel veel lijntjes zo gelegd worden. Onderwerpen komen naar voren. En ook sprekers waren echt ontzettend snel bereid om hun verhaal te vertellen. Dus dat vond ik echt een van de mooie dingen aan deze sessies. Helemaal super. Hartstikke bedankt voor jouw bijdrage. En dan gaan we inderdaad nu over naar de volgende presentatie. Dan gaan we over naar Dieneke van de provincie Groningen. Ja, goedemorgen. Ik ben Dieneke Meijerink. Hartelijk dank Gerrit en ook Alice voor het inleiden van mijn onderwerp ook. Ik ben Dieneke Meijerink en ik werk bij Provincie Groningen als projectmedewerker interbestuurlijk toezicht, IBT. En in die zin ben ik ook betrokken bij archief- en informatiebeheer van gemeenten en waterschappen. Een IBT is echt een vorm van samenwerken, dat is eigenlijk onze bedoeling. We gaan, ik weet niet of je mijn handen kunt zien, maar we gaan echt naast elkaar staan en kijken wat we moeten doen. En ook bij het kennis werven en het elkaar ontmoeten gaan we ook naast elkaar staan. Dus dat is een heel, gaat een beetje in je hoofd zitten van we staan naast elkaar, we gaan het samen doen. En die netwerkbijeenkomsten zijn dus echt een belangrijke pijler in ons werk. We zien elkaar regelmatig, zoeken elkaar ook buiten de bijeenkomsten op om te sparren. Dus het, is, het kost tijd om een bijeenkomst bij te wonen, maar je wint er eigenlijk meer mee. Dus dat is eigenlijk mijn eerste advies van deelnemen aan bijeenkomsten. Je mag me wel van mij betreft wel de eerste slide laten zien, Gerard. Nou, dit is ons mooie provinciehuis aan het Martini-Kerkhof in Groningen. En daarnaast zijn twee ruimtes te zien. Dat is, de bovenste is de GS-kamer en de onderste is de Statenzaal.
Daar zitten wij wel eens, maar we hebben meer zalen hoor. Ook en we hebben een modern gedeelte van een gebouw en een oud gebouw en met allebei eigen werkplekken en vergaderzalen. Alleen we zijn er maar zo weinig meer, dat zei Alice ook al, het is heel veel digitaal. En bovendien, als wij een bijeenkomst organiseren, vinden we het ook heel leuk om dan juist bij de gemeente te zijn of bij het waterschap of bij de Groningen Archieven waar we binnenkort naartoe gaan. Het kan niet vaak meer fysiek, maar als we fysiek doen, dan doen we het niet alleen bij ons in eigen huis, maar ook bij andere organisaties. Dat is juist leuk om bij elkaar binnen te kijken. Dan mag je wel de volgende slide doen, Gerard. Ja, en dan komt natuurlijk de vraag, hoe dan? Hoe ga je verder met een bijeenkomst die je eerder hebt gehouden? Alice gaf het al een beetje aan. Wij zijn ook doorgegaan met een onderwerp besproken in een KIA-bijeenkomst. Ik meen in maart, het ging over het e-depot. En wij hebben veel gesprekken met onze domeindeskundigen van de gemeenten en waterschappen. En de e-depot komt eigenlijk heel vaak als onderwerp, als bespreekpunt aan de orde. We hebben dan ook naar aanleiding ook van de KIA-bijeenkomst een bijeenkomst gehouden vanuit provincie Groningen. Dat was in juni. En we gaan binnenkort gaan we naar Groningen Archieven om ook daar meer te horen over de e-depot. En even terugkomen op die van 24 juni, daar was ook Alice bij om ons wat meer te vertellen over het Drentse archief. Dus we krijgen allemaal informatie. Maar uit die domeingesprekken met mensen die veel weten over archief en informatiebeheer, hebben we het ook bijvoorbeeld over andere onderwerpen die naar voren komen. Bijvoorbeeld over herindeling. We waren vroeger, niet zo lang geleden, 23 gemeenten hadden we. En nu hebben we er nog maar 10. En als je gaat herindelen, wat gebeurt er dan allemaal met jouw organisatie? Je moet samen gaan. Heb je allemaal hetzelfde zaaksysteem? Heb je genoeg mensen in huis met voldoende kennis? Enzovoort. Dus dat is een hele klus. En daar heeft een collega van Midden-Groningen ons meer over verteld. En er is ook een keer een bijeenkomst geweest over... het gaat dan over digitale archiefassistent. Dat is meer een soort van robot. Die kan je stukken, geloof ik, in archief zetten. En je kunt er ook weer stukken uithalen. Dus als je een keer een bepaald verzoek hebt, of een WOP-verzoek, of een ander verzoek, of een parlementaire enquête, die hebben we in Groningen natuurlijk ook. Dan kan zo'n systeem, zou daar alle betrokken stukken uit kunnen halen. Ook heel interessant. Het is nog in ontwikkeling. Dat was een collega uit het Hoge Land die daar meer over heeft verteld. Naast dus uit die domeingesprekken zijn er ook andere manieren om achter onderwerpen te komen. Je kunt ook een deeltje van een onderwerp wat je eerder hebt gehad bespreken. Of je kunt van jezelf weten van, die weet echt heel veel van een bepaald onderwerp. Kan je die vragen? Je kunt ook een uitvraag doen per mail aan iedereen. Van, heb je onderwerpen? Als je toch een mail stuurt met een verslag van de vorige overleg, vorige bijeenkomst, kan je daar ook om vragen. Dus er zijn verschillende manieren om aan die onderwerpen te komen. En wat belangrijk is daarbij, daar staat het volgende stukje, dat is de gastspreker. Mag ik jou nog een vraag stellen tussendoor, Dieneke? Ja, zeker. Die is heel benieuwd of jullie naar aanleiding van de regio-sessies van KIA besloten hebben om dit te organiseren. Of dat jullie in het verleden ook al events hebben georganiseerd met een soortgelijk doel. We hebben wel eerder andere bijeenkomsten georganiseerd, maar het KIA-bijeenkomst, vooral vanwege het e-depot en de presentatie van Alice, hebben we daar een vervolg aan gegeven. Dus het is wel een reden om daar verder op in te gaan. En het werd ook nu nog steeds, bij elk domeingesprek komt e-depot ook wel aan de orde. Dus het heeft eigenlijk verschillende kanten waarom het e-depot centraal heeft gestaan. Maar het is wel een vervolg op de bijeenkomst van KIA van in maart. Oké. Ja. De sprekers moeten natuurlijk ook... Nou, mag ik even terug hoor, want... Oké, ik dacht je bedoelde. Nee, sorry. Het is een beetje zo'n cirkeltje. Hè? Je start met onderwerp. Je kan ook eerst met gastsprekers beginnen als je eerst dat belangrijk vindt. Maar het is een beetje een cirkel die je steeds kunt volgen. De gastsprekers moeten natuurlijk ook kunnen op de dag... dat je er iets wil plannen, dus die moet je zeker vragen. En het is altijd goed om even te vragen of die spreker ook achtervang heeft.
Dus stel dat je zegt van nee, ik heb geen achtervang, dat je dan ook zelf bedenkt van nou, stel je voor dat er iets gebeurt, dan moet ik misschien iets achter de hand hebben. Het geldt trouwens ook voor jezelf als organisatie. We hebben alle stukken die we nodig zijn voor een bijeenkomst in een mapje zitten. En dat iedereen er ook bij kan. Dus stel dat iemand uitvalt of wat ook maar, dan kan iemand het opvangen. Nou, even over die datum. Natuurlijk de sprekers. Hè, de volgende stapje. De sprekers die moeten zeker beschikbaar zijn. Ook trouwens degene die de bijeenkomst opent. Ook daarvoor is achtervang wel altijd handig, stel dat. Je kan natuurlijk zeggen van de agenda van de sprekers leadend, maar je kunt zeggen van nou, ik heb het liefst toch wel op een dinsdag of op een donderdag, omdat het geschikte dagen zijn. Dus daar, zodat je wilt graag dat zoveel mogelijk mensen de bijeenkomst bijwonen. Dus dan is een datum kiezen best belangrijk. En de duur van de bijeenkomst is verschillend, want we hebben natuurlijk fysieke bijeenkomsten vooral gehad. Die waren vaak wat langer dan de digitale bijeenkomsten. En digitaal heeft nu ook het voordeel, Alice noemde ook al een aantal voordelen, maar ook een voordeel is dat je even sneller bij elkaar kunt komen. Dus een bijeenkomst hoeft niet altijd ook een uur of te duur, of misschien 2 uur. Het kan ook korter om even ergens samen over elkaar over te hebben. Ga ik ook te snel? Of kan ik gewoon doorgaan? Je kunt gewoon doorgaan. Goed zo, oké. Okay. De locatie, ja, dat is dus als het kan fysiek, maar dat is altijd even afwachten. Vooral nu. Maar als je het wel fysiek doet, dan is het altijd goed om te weten of het ook bereikbaar is. Via het openbaar vervoer of een parkeergelegenheid is enzovoort. En dat natuurlijk past bij de bijeenkomst. We gaan dan naar Groningen Archieven voor EDIPO. Dat is echt een leuke locatie ook. En inderdaad, wat ik al eerder zei, ook andere organisaties, gemeenten, waterschappen zijn heel vaak bereid om te zeggen, kom maar bij ons. Dan kunnen we ook even het gebouw laten zien of dan komt er een klein verhaaltje bij. Dan een stukje van de deelnemers. Het is eigenlijk, gastsprekers en deelnemers, het zijn eigenlijk wel de belangrijke onderdelen van een bijeenkomst. Want wie nodig je uit? Wij hebben dan van alle gemeenten en waterschappen collega's van archief en informatiebeheer. Die nodigen we uit. Maar ook, zij zetten ook wel vaak de bijeenkomst door naar andere collega's die ook, voor wie het ook interessant is om te luisteren en mee te doen. Dus dat lijstje, dat verandert dan. Hè? Er komen mensen bij of er gaan ook mensen weg en zeggen van nou, ik doe niet meer mee, want ik heb een andere baan. En je kunt me van het lijstje schrappen. Dus we hebben eigenlijk een hoofdlijst met alle genodigden. En die lijst plak ik dan altijd in een submapje van de bijeenkomst. En daar ga ik in werken. Dus daar komen mensen bij, gaan mensen af. En je kan er ook kolommen bij zetten van die komt wel, die komt niet. Heb je een dieetwens als fysiek is? Heb je een parkeerplek nodig als fysiek is? En ook van ik kom later, kan ik ook later aanschuiven? Kan ik, nou, wat ook maar wat verleden. Dan heb je een compleet lijstje van die bijeenkomst van de deelnemers. Wat dan misschien wel is wat wij dan wel doen. Dat lijstje dat sturen we, als men dat goed vindt, ook rond. Want op dat lijstje staan ook de gegevens, zoals e-mailadres en de gemeente of waterschap. Dus dat je elkaar ook naast deze bijeenkomst goed kunt bereiken. Dat is altijd even de vraag of iedereen akkoord vindt. We vragen het altijd wel even van tevoren. Dus voordat we die lijst versturen. Nou, dan heb je nog een stukje praktische uitnodiging. Wij doen het in de mail. Dat kan dan meteen met agenda erin. Maar het kan ook zijn een soort save the date. En in die mail zetten we ook meteen dat we het makkelijk maken door ook meteen een Outlook uitnodiging te sturen. Zodat je steeds... degene is makkelijk om te accepteren, die uitnodiging. En voor ons is het makkelijker, want je krijgt niet allemaal reacties van mensen van dat ze komen. Dan moet je daar weer op reageren. Het is gewoon makkelijk om dat even in de uitnodiging te zetten. En de bijeenkomst zelf, ja, het gaat zoals het gaat. En het is altijd, wacht, het gaat ook altijd een klein beetje anders. Ik heb ook vast nu wat vergeten wat te vertellen. En misschien ben ik ook vast wel ergens te uitvoerig mee geweest. Dat hoort erbij. Je kan het evalueren. En dan kan je zeggen wat ging goed en wat ging fout. Dus dat is eigenlijk een beetje een cirkel. En dan begin je weer opnieuw met een nieuwe bijeenkomst, met onderwerp. Dat kan een vervolgonderwerp zijn. En weer gastsprekers enzovoort.
Dan mag je nu wel de volgende slide doen. Ja, dankjewel. Nou, dit is niet te lezen, als het goed is, dat figuurtje daar. Dat klopt. Dat is een actielijst. Dat is zo'n beetje alle acties op die wij die langs kunt lopen. Die actielijst is beschikbaar voor iedereen, dus als je die wilt hebben. Ik geloof dat die ook inderdaad op de site komt van KIA. Maar je kan hem ook mailen, staat onderaan mijn mailadres d.meijering.klaar@provinciegroningen.nl. Ook voor vragen natuurlijk. Dan krijg je die lijst en die kan je gebruiken voor als hoofddocument. En dan kan je eens schrappen of aanvullen. Als je aanvullingen hebt, dan hoor ik ze graag, want dan zet ik ze er ook bij. Dank jullie wel. Ik weet niet of er ook vragen zijn, of ben ik al een beetje over tijd? We zijn een beetje over tijd, okay. Dus we moeten helaas snel doorgaan. Maar in ieder geval hartstikke bedankt voor je presentatie. Ja, als er nog vragen zijn, kunnen mensen natuurlijk altijd nog achteraf naar jou toe mailen. Dus mensen, denk eraan, komt je later pas weer een vraag in het hoofd, dan stel hem vooral via de mail. Ja, hartstikke graag bedankt. Zelfs. Ja, graag gedaan. Dank je wel. Dan gaan we snel door naar de volgende sprekers. Annelies Cordes en Arnoud Goos van Beeld en Geluid. En die gaan hun eigen presentatie delen, dus... Bij deze, Arnoud. Ja, ik ga het even proberen te delen. Jullie kunnen me al horen, neem ik aan. Even kijken. Zo. Misschien toch nog een momentje voor de vraag van daarnet. Dan, Kijk, Dieneke. Ja hoor, ik ben er. Ik heb op zich nog wel een vraag. Heb jij het idee dat na aanleiding van de regiobijeenkomsten die jij hebt georganiseerd voor provincie Groningen, dat mensen ook zeg maar, makkelijker het contact met elkaar kunnen vinden in de regio? Ja, dat is ook wel een beetje de bedoeling van deze netwerkbijeenkomst, dat je elkaar goed vindt. Af en toe dan wordt bijvoorbeeld degene van de herindeling, waar ik het over had, hè, degene deskundige, want was zelf heringedeeld als gemeente. Die is bij een andere gemeente langs geweest om daarover meer over te vertellen. En dat gaat ook voor andere onderwerpen zo. Dus ja, er is zeker onderling contact. En dat is ook weer belangrijk voor ons allemaal, want dan werkt het. Zeker. Ja. Hartstikke bedankt. Ik zie dat wij door kunnen naar de presentatie. Hartstikke bedankt, Dieneke. Ja, graag gedaan. Ja, en zal ik het woord overnemen? Mijn naam is Arnoud Goos. Ik ben productmanager bij Beeld en Geluid. Hartstikke leuk dat wij bij deze soort greatest hits terugblik sessie onze presentatie mogen geven. Ik heb het over we, want ik doe deze presentatie samen met mijn collega Annelies Cordes. Zij zal halverwege het stokje van mij overnemen. Ik ga jullie eerst wat context en een soort van inleiding bieden. We gaan het vandaag in ieder geval hebben over de archivering van videotulen van de Tweede Kamer. Een dienst die wij bieden voor de Tweede Kamer en het Nationaal Archief. Maar voordat we daarmee gaan beginnen... nog heel even kort een beetje context over wie of wat Beeld en Geluid precies is. Even kijken. Oh jee, wat zien jullie? Ik zie wie of wat is het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Oké, gelukkig. Fijn. Nee, de mijn controls liepen een beetje achter. Wie of wat is het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid? Behalve dit kleurrijke gebouw op het Mediapark. Ik ga jullie ook nog wat vertellen over wat het digitale archief voor mogelijkheden biedt voor derden. Dit is overigens ons digitaal archief of een inkijkje in ons digitaal archief. Misschien ook wel wat het voor jullie kan bieden. Maar ik zal het ook in zijn algemeenheid een beetje vertellen. Daarna neemt Annelies het dus over met betrekking tot de case study. Waar we over gaan vertellen, namelijk de archivering van de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer. En hoe die bij ons in het archief terecht zijn gekomen. Eerst dus een beetje context. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, wie of wat wij zijn. De meesten zullen het wel kennen of herkennen. Maar ik denk dat de meesten ons ook terecht waarschijnlijk associëren met onze grote radio- en televisiecollectie. Dat is namelijk ook echt een groot onderdeel van onze collectie. Maar zoals je in dit lijstje van fusiepartijen ziet waar wij zijn ontstaan of waar we later nog mee gefuseerd zijn, kun je ook zien dat historisch gezien onze collectie veel breder is dan alleen maar radio en televisie.
En dat niet alleen, maar ook deze vernuftigde PowerPoint-overgang van een huiskamer naar een smartphone staat natuurlijk symbool voor de verandering die de media heeft doorgemaakt in de afgelopen twee decennia en waar we nu nog steeds in zitten en alleen nog maar sneller aan het veranderen is. We zijn niet alleen maar een mediaconsument dat het op ons afkomt, maar we zijn zelf ook producent en we zitten midden in de media. Dat betekent dat we wat betreft onze collectie ook gebruik maken van dat we onze collectie ook aanvullen met bijvoorbeeld computergames of YouTube video's of podcast materiaal. Dus onze collectie wordt steeds breder. Maar het betekent ook dat wij onze collectie, dat wij ons archief openstellen voor derden. Dat betekent dat wij organisaties met audiovisuele collecties ook gebruik laten maken van de infrastructuur van ons archief. Waarom doen we dat? Dat doen we omdat wij een publiek gefinancierd archief hebben, digitaal archief. Dat hebben wij kunnen opbouwen met publiek geld, zoals ik al zei. En eigenlijk is dat nog steeds ook Europees of internationaal gezien best wel state of the art. De archivering van audiovisueel materiaal komt natuurlijk best wel wat bij kijken. Je moet ook kunnen garanderen met al die verschillende codecs en verschillende videoformaten dat je het over 50 jaar of over 700 jaar nog steeds kan afspelen. Niet alleen maar kan openen, maar ook daadwerkelijk nog kan bekijken of kan beluisteren. Al die zaken die doen we al voor onze grote mediacollectie die we al hebben, de landelijke collectie. En die willen we nu dus ook gaan, of die zijn we nu ook aan het inzetten voor collecties van derden. Daarbij gaat het over niet het afstaan van een collectie, dus beeld en geluid wordt niet een eigenaar van zo'n audiovisuele collectie. Maar we beheren het alleen en we stellen het weer beschikbaar. Ik heb daar nog even een vraag tussendoor, Arnoud. Ja. Er wordt gevraagd door iemand, wie zijn de partners? Want die kunnen ze niet zien in de presentatie. Welke partners bedoel je? Ja, dat staat er niet bij. Als het over de partners van de case study waar we het dadelijk over gaan hebben, dan gaat Annelies dat ook nog wel toelichten. Het is in ieder geval een samenwerking tussen het Nationaal Archief, de Tweede Kamer en tussen ons. Als er nog een specifiekere vraag komt over die partners, dan hoor ik het graag. Ja, ik denk dat er toch misschien iets mis is met de presentatie. Want iemand die stelt, Arnoud heeft het over PowerPoint-overgang en een lijst van eerdere fusies, waaruit we konden zien dat ze meer hebben dan radio en tv, maar de PowerPoint laat het allemaal niet zien. Oh, oké. Okay. Gaan we even... dat is wel gek, want bij mij loopt die wel inderdaad. Momentje. Kijken of we daar iets aan kunnen doen. Zul je altijd zien met al het testen en proefdraaien dat het live toch altijd wat weerbarstiger is? Ja. Geen enkel probleem. Proberen we het nog een keer. Het ziet er overigens uit dat de andere vraagsteller ook daarop doelde. Ja, even kijken. Wilt u zeker dat u wilt delen? Dat weet ik zeker. Zien jullie nu iets bewegen? Ik zie nu zeg maar de eerste slide. Nu zie ik het gebouw. Ja, nu krijgen we pop-ups en filmpjes. Oké, dit was net allemaal niet te zien. Dat was net allemaal niet te zien. Eeuwig zonde. Dit is dus het filmpje nog. Ik ga het niet helemaal opnieuw vertellen, maar dit is inderdaad wat je eigenlijk had moeten zien. Dus het gebouw. Dan zal ik even wat sneller doorheen gaan naar die lijst met fusiepartijen. Ik zal de fusiepartijen anders gewoon even voorlezen of opnoemen. Dat is namelijk het Omroeparchief, maar dat is bijvoorbeeld ook de Stichting Film en Wetenschap. Dat is het Omroepmuseum, dat is het Persmuseum. Per 1 januari volgend jaar ook Muziekweb / Centrale Discotheek Rotterdam. Dus onze collectie is in ieder geval veel, veel breder dan dat. Hij gaat nog steeds goed, Gerard? Hij gaat nog steeds goed, het gaat alleen wel traag. Okay. Maar het gaat. Prima, volgens mij zitten er niet zo heel veel filmpjes meer in. Dus ik ga er even wat sneller doorheen. Het gaat dus over het overdragen van, niet over het overdragen of afstaan van, niet over het afstaan van collecties, maar over het beheren en beschikbaar stellen van collecties.
Dit is een slide met een fijne blurb die je normaal op je boek kan zetten om jezelf een beetje aan te prijzen. Dit is een quote van Marcel Ras, die toen hij vertrok bij het netwerk Digitaal Erfgoed, wat velen van jullie misschien wel zullen kennen, is als hem wordt gevraagd naar een goed voorbeeld van hoe je in een netwerk kan samenwerken als erfgoedpartij, dan noemt hij ook onze samenwerking, waar Annelies dadelijk wat meer over gaat vertellen. Dus netwerk Digitaal Erfgoed is natuurlijk vooral aan het kijken hoe kun je nou met organisaties die allemaal verschillende expertise hebben met elkaar samenwerken. En eigenlijk komt het erop neer van doe waar je goed in bent en maak gebruik van elkaars kracht. De dienst die wij dus bieden voor het opslaan van audiovisueel materiaal van derden, dat noemen wij het tenancy model. Het woord tenancy komt dus ook van het woord huurder. En dat betekent dus dat je eigenlijk onze infrastructuur huurt. In theorie zou je ook je huur kunnen opzeggen en je collecties weer kunnen terughalen. Maar dat is natuurlijk puur hypothetisch, want iedereen is zo tevreden dat ze blijven. Maar dat is wel een verschil van een soort van overdracht van materiaal of een tijdelijke situatie. Waarom zouden mensen dat doen of waarom kiezen organisaties die nu al gebruik maken van deze dienst voor dit model? Nou, een van de belangrijkste dingen die je vaak terughoort of waarvoor ze komen is de duurzame archivering van audiovisueel materiaal. Ik durf wel te zeggen dat beeld en geluid daar namelijk gewoon vrij goed in is. We zijn ook gecertificeerd met een Core Trust Seal en vrij recent bijvoorbeeld een ISO 27001 certificering voor informatiebeveiliging. Wij hebben gewoon de archivering van audiovisueel materiaal best goed voor elkaar met verschillende backups en live kopieën. En een disaster recovery zelfs, mocht er iets met Hilversum gebeuren. Dus dit soort zaken hebben we gewoon goed geregeld voor onze eigen collectie. Dus daar kun je als derde dus ook gebruik van maken. Een andere reden is het beschikbaar stellen van je materiaal en het beter vindbaar maken ervan. Want collecties worden natuurlijk pas echt relevant als ze weer worden hergebruikt en worden gevonden door een gebruiker. Iets opslaan voor de toekomst terwijl nooit iemand er meer gebruik van gaat maken, dat wil niemand natuurlijk. Dus voor dat hergebruik en beschikbaarstelling hebben we verschillende portals. We hebben een portal voor media professionals. Daar zitten professionals in. Dat kan een redacteur van VPRO Zomergasten zijn. Een documentairemaker of iemand die werkt bij een uitgeverij. Iedereen die op een professionele manier met media bezig is, kan daar in inloggen en materiaal aanvragen. Voor hergebruik, elk type hergebruik. En uiteindelijk gaat natuurlijk de rechthebbende van het materiaal over of dat ook daadwerkelijk mag en in welke context. We hebben ook een portal voor onderwijs. Daar zijn heel veel scholen in Nederland op aangesloten. Vooral middelbare en hbo's zijn volgens mij 100% vertegenwoordigd op die portal. Op die portal proberen wij een gecureerd deel van alle collecties die bij ons staan aan te bieden aan docenten, zodat ze AV beter in de klas kunnen gebruiken. We bieden daar totale lespakketten aan, maar ook gewoon een soort schatkamer waarin leraren kunnen duiken om materiaal uit te kiezen en dat rechtstreeks op een digibord of in een presentatie te kunnen verwerken. Ook voor onderzoekers hebben we een specifieke portal, de Claria Media Suite. En voor het algemeen publiek is er ook nog een zoekportaal. Wat voor organisaties maken nou gebruik van deze dienst? Dat verschilt best wel. We doen dit nu een jaar of 2, 3. We hebben een aantal stadsarchieven die hun audiovisuele collecties bij ons hebben ondergebracht. Musea, soms ook commerciële mediapartijen die hun materiaal bij ons onderbrengen. Regionale omroepen. We hebben ook bijvoorbeeld een rechtbank die de streams van een strafzaak bij ons onderbrengt. Dus het is eigenlijk heel uiteenlopend als het maar audiovisueel materiaal is wat men of graag wil delen of voor de eeuwigheid wil bewaren of een combinatie van beide. Nou, naast deze opslagdienst en beschikbaarstellingsdienst kan beeld en geluid ook nog wel meer betekenen. Bijvoorbeeld op het vlak van digitalisering. Heel veel helemaal legacy collecties of oudere collecties liggen vaak nog op fysieke banden of op fysieke dragers. Ergens onder een trap of in een kamer waar liever niemand komt. Dus digitalisering is natuurlijk best wel belangrijk en daar kunnen wij of over adviseren of daar zelf een rol in spelen. Transcoding is ook belangrijk omdat, wat ik net al zei, er zijn inmiddels zoveel verschillende videoformaten met verschillende codecs. Dat het belangrijk is om alles te transcoderen naar een soort standaard videoformaten die we actief beheren en ook de komende 700 jaar doormigreren naar nieuwe standaarden. Metadataverrijking is ook iets wat we kunnen bieden en in dit geval heb ik het dan vooral over automatische metadataverrijking. Daarmee bedoel ik bijvoorbeeld gezichtsherkenning software of sprekerherkenning. Dus we hebben software die herkent, hey, dit is de stem van Ron Brandsteder. En je hebt natuurlijk ook nog software die speech-to-text kan omzetten.
Dus helemaal voor collecties die weinig metadata hebben, zijn dit soort tools natuurlijk ontzettend fijn om je collectie wel beter vindbaar te maken. Nou, wat vragen tussendoor trouwens, Arnoud, want ja. Mensen die waren al heel snel heel enthousiast van jouw verhaal. En die stelden gelijk de vraag, kunnen wij ook bij jullie aankloppen als gemeente en kunnen we hier gewoon gebruik van maken en waarom doen we dat eigenlijk niet al? Heel veel vragen en allemaal goed. Ik denk, eerste antwoord is ja, aankloppen kan altijd. We hebben dus al wel gesprekken met verschillende gemeentes, maar we hebben tot op heden nog geen videotulen op gemeentelijk niveau bij ons in het archief staan. Dat komt ook omdat de gemeentes met wie we spreken veelal nog contracten hebben bij commerciële partijen die dit aanbieden. Dus de archivering en opnames van videotulen. Maar we merken zonder die bedrijven teniet te doen dat die duurzaamheid of die soort van 700 jaar garantie, dat die gewoon niet in het businessmodel van die commerciële partijen zit. En je merkt wel dat er dus best wel gemeenten zijn inderdaad die hier behoefte aan hebben. Dus ja, aankloppen kan altijd. Waarom jullie het nog niet doen is omdat je deze presentatie nog niet had gehoord, denk ik. Maar nee, ik denk dat op het eind nog wel onze e-mailadressen staan. Anders kan ik die dadelijk ook nog wel delen in de chat. Ik denk dat jullie druk gaan krijgen, maar dat is alleen maar goed natuurlijk. Ja, alle lastige vragen naar Annelies alsjeblieft en de makkelijke naar mij. Dit is ook volgens mij het bruggetje naar Annelies. Zij gaat nu inderdaad, dit is dus een beetje de context van wat we doen voor zowel musea, universiteiten als van alles. Annelies gaat nu wat meer inzoomen op wat wij doen voor het Nationaal Archief en de Tweede Kamer. Oh. Kunnen jullie mij nu horen? Hij zit... Zeker. Ja, oké, want het icoontje is nog mute. Ik zal ook mijn presentatie even delen. Ik heb minder plaatjes dan Arnoud. Even kijken. Nou, het werkt ook niet echt mee vandaag. Delen. Ik zal dus. Hij is vrij langzaam hoor. Dus ik zal ondertussen proberen te praten. Even kijken als het goed is. Deel ik de presentatie nu. Ik zal dus eventjes verder ingaan op de case study. Dus. Samenwerking tussen Tweede Kamer, Beeld en Geluid en Nationaal Archief. Sinds het vergaderjaar 2015-2016 worden de plenaire debatten van de Tweede Kamer enkel nog digitaal opgesteld. En in twee gekoppelde verschijningsvormen, waarvan één de documenten zijn en daaronder zitten de handelingen. Daarnaast is er ook een AVV-verslag van de vergaderingen. Ik denk dat jullie ook allemaal weten op het moment dat je een opname maakt van een vergadering, dat het dan meteen ook te archiveren materiaal is. In dit geval betekent dat het inderdaad onder de archiefwet valt van het Nationaal Archief. Maar ja, inderdaad het eerste punt, hè, wat we toen samenkwamen, hoe kunnen we dit realiseren? De archivering van deze grote AV-files. Het zijn gemiddeld vergaderingen van 12 uur. En in een jaar tijd heb je zo 30 terabyte groei. Aan de high-res, de hoge resolutie opnames. En de overbrengingstijd is in principe, de overbrengingstermijn is 20 jaar. Dus hoe kan je garanderen dat je over 20 jaar deze files nog kan afspelen en in goede geordende staat kan overbrengen naar het Nationaal Archief? Dat was een van de vragen waar Tweede Kamer en Nationaal Archief mee zaten. Daar kwamen wij bij kijken. Dus de tweede stap eigenlijk van het project is inderdaad de samenwerking tussen Nationaal Archief en Beeld en Geluid. Met als doel het uitwisselen van kennis en middelen. Wat Arnoud net ook aangaf, dus het efficiënt inzetten van je eigen expertise. Nationaal Archief is als Rijksarchivaris gespecialiseerd in duurzame bewaring en contextualisering van documenten. En wij hebben, wat Arnoud benoemde, een optimale AV-infrastructuur. En met name vanwege de archiefplicht naar de publieke omroepen toe. En omdat we die archiefplicht hebben, hebben we dus ook duidelijke afspraken en opdrachten waar wij aan moeten voldoen. Zoals duurzame opslag en beschikbaarstelling van het materiaal.
Onderdeel ook van dit project is inderdaad dat het een pilot is, opvolgend op het tweede punt, voor de verdere samenwerking tussen Nationaal Archief en Beeld en Geluid. En ook Tweede Kamer, dus denk, we zijn begonnen met de plenaire debatten, maar denk ook aan de commissievergaderingen. Maar tussen Nationaal Archief en Beeld en Geluid, wij kunnen ook, ja, zij zijn expertise in documenten en papier, waar wij natuurlijk iets minder kennis van hebben. Dus op die manier proberen we elkaar aan te vullen in kennis, maar ook in te kijken van, hey, kunnen wij dit bij jullie onderbrengen? En op die manier. En dan weer terug naar de Tweede Kamer, Beeld en Geluid en Nationaal Archief. Deze eerste samenwerking, het doel daarvan was het duurzaam opslaan en duurzaam toegankelijk maken van de hoge resolutie files van de vergaderingen, dus het archiefmateriaal. En hoe wilden we dat gaan doen? We wilden een volledig geautomatiseerd proces van archivering van AV-materiaal en metadata inrichten, dat ook weer herbruikbaar is voor andere collecties. Dan ga ik even naar de duurzame archivering, hè, want het wordt zo een paar keer gevallen. Duurzame opslag, duurzame archivering, maar wat houdt het precies in? Zoals Arnoud al zei, hebben wij hier een certificaat in. Ik zal even wat toelichten daarover. Dus trust in de context van digitale preservering draait eigenlijk om drie basisvraagstukken. Kan ik het afspelen? Krijg ik het eruit zoals het erin is gestopt? En hoe weet ik dat er ondertussen niks is veranderd aan de file? Dus dat zijn dan de drie kernwoorden: toegankelijkheid, integriteit en authenticiteit. Dus je wilt garanderen dat je het na 20, 30, 40 jaar, nou ja, zoals Arnoud zei, 700 jaar, nog kan afspelen. Je moet kunnen controleren van, hey, is het exact hetzelfde document of file eigenlijk, archiefstuk, ook na al die jaren. Dus zoals ik het in heb gestopt, zit het er op die manier nog in. En hoe weet je dat er tijdens migraties bijvoorbeeld geen bits of bytes zijn omgevallen? Dus is de file nog volledig intact? En deze drie aspecten moeten wij aan de Tweede Kamer en Nationaal Archief kunnen garanderen. En wij moeten natuurlijk ook kunnen onderbouwen hoe we deze garantie kunnen afgeven. Nou, in ons geval hebben we dus gelukkig dat certificaat en dit is een bewijs dat wij dat op de juiste manier doen. Terug naar de start van het project. Ik laat hier een architectuurplaats zien die de uitgangspunt is van het geautomatiseerde proces dat we hebben ingericht of opgesteld en vervolgens op die manier hebben ingericht. Dus de basis van onze samenwerking. Jullie zien inderdaad linksboven de systemen van de Tweede Kamer, dus dat is de partner Tweede Kamer. Rechtsboven zijn de systemen van het Nationaal Archief. En rechtsonder zitten wij als Beeld en Geluid in onze systemen. De koppeling tussen de Tweede Kamer en het Nationaal Archief zal ik niet verder op ingaan, maar het is inderdaad de documenten, inclusief de handelingen, gaan van de Tweede Kamer periodiek naar het Nationaal Archief. En in die documenten zit een link naar de AV-vergadering, dus de AV-file die bij ons staat. Op die manier zijn die twee, dus zowel de documenten als de registraties, altijd met elkaar verbonden en altijd gekoppeld aan elkaar. Je hebt trouwens nog 1 minuut, Annelies. Oh, dat meen je niet. Dat meen ik. Jeetje. Dan is het denk ik dit. Het meest interessant. Arnoud heeft al die tijd opgemaakt. even kijken. Ik denk dat dit het meest interessant is. Wij krijgen dus, en als er dan vragen zijn, inderdaad de e-mailadressen staan erbij. Op het einde. Wij krijgen van de Tweede Kamer een MXF-file. En omdat die zo groot zijn, krijgen we die meteen na de vergadering. Zodat de Tweede Kamer het niet heel lang hoeft te bewaren. Inclusief een XML-bestand waar de metadata van die vergadering in staat. En dat is feitelijk, zijn dat ook de handelingen. Wij kunnen die hele grote AV-file op heel detailniveau doorzoekbaar maken. En een MD5-check, nou, daar kan ik ook nog wat over zeggen, maar dat sla ik over. Dat is eigenlijk een controlebestand om te controleren of er tijdens het oversturen naar ons toe niks verkeerd is gegaan.
wat wij met dit pakketje doen, zijn inderdaad allerlei checks die dus de duurzaamheid qua afspeelbaarheid en toegankelijkheid kunnen garanderen. Dus we controleren of het pakketje compleet is, of de metadata correct is. En we doen een kwaliteitscontrole over de faal. Eigenlijk heel snel hoor. En als deze stapjes allemaal doorlopen zijn, dan hebben we eigenlijk een goedgekeurde archiefset die in ons digitaal archief instroomt. En de link, dus is een persistent identifier die de documenten koppelt aan de AV-vergadering, die is zeg maar wederkerig. Dus via het Nationaal Archief kan je de vergadering vinden op hun site. Dat is deze slide. Daar kan je klikken en dan kom je precies bij de AV-vergadering op onze portal en is meteen afspeelbaar. En bij ons ziet het er zo, dus hier kom je dan terecht. Dus heel veel uitgebreide metadata ga ik ook overslaan. Maar hier zie je inderdaad onze portal waar je de vergadering kan afkijken. En als je wilt, kan je hem ook bestellen. Dit sla ik over. Dit zijn de verschillende portals, dat Arnoud ook snel al benoemd. Dus, dit. Ja. Hartstikke bedankt. Zal ik feliciteren stoppen, denk ik. Hè? Ja, heel graag. Ik verwacht dat er heel veel vragen gaan komen. Dus hartstikke bedankt. Want dit is ook wel een onderwerp dat bij heel veel gemeenten speelt. Ik ga snel over naar de centrale presentatie. Ja, en mensen kunnen, wat Arnoud zei, kunnen ons altijd benaderen als er meer informatie nodig is of bepaalde vragen zijn. Helemaal super. Horen we het graag. Top. Hartstikke bedankt voor je bijdrage. Dan gaan we snel over naar Marieke van Vonderen, hoofd van documentaire informatie bij de provincie Zuid-Holland. Marieke, ik geef het woord aan jou. Ja, dankjewel Gerard. Als het goed is, zien jullie de presentatie nu? Ik hoor nog geen instemmend geluid. Maar... Ik zie een presentatie. Zeker, maar ik zie hem nog zeg maar in je de vorm. Je ziet hem nog niet als presentatie. Ik heb hem al als diavoorstelling gedaan. Even kijken. Ga ik hem nog een keer. Als ja, kijk. Ja. Nu gaat hij de goede kant op. Oké. Eigenlijk begon vandaag wethouder Jeroen de Lange al hè, met awareness, bewustwording, mindset, keep it simple. Stel de mens centraal. Daar haakte ik in ieder geval wel op aan. Ik ga jullie vandaag meenemen in de mooie maar wondere wereld van het informatiebeheer en dan met name het aspect bewustwording. Nou, bij vraag. Ik heb al gemerkt Gerard, jij maakt me daarop attent als er een vraag is. Dat gaat al de hele tijd goed. Zeker. En hopelijk... kan ik wat van jullie leren en jullie wellicht ook nog inspireren of van mij wat leren. Je weet maar nooit. Het zal wellicht ook een herkenbaar beeld zijn voor sommige mensen, want ik heb de sessie in een eerder stadium al een keer gedaan. Aanleiding voor onze campagne die is eigenlijk meervoudig geweest. Diverse archiefinspecties, onderzoeken van onder andere de EAA binnen de provincie, programma's ter verbetering, eerdere korte acties, bijvoorbeeld de Week van X heb ik het maar even genoemd. X kan je zien als e-dossier, Week van Informatie op Orde, de Week van de Archieven, vul maar iets in. We hebben een nulmeting laten uitvoeren door EAA, middels een enquête. Het was een hoge respons en de uitkomsten daarvan zijn meegenomen in de hele campagne. Waardevolle inzichten uitgekomen, veel van geleerd. En na een nulmeting moet natuurlijk ook altijd een vervolg komen. De eenmeting is gisteren uitgezet en die uitkomsten gaan wij weer meenemen ook in het vervolg hierna. Actualiteit, die is echt van alle tijd. Denk aan de vergeten formatiestukken vorige week nog in de trein. De toeslagenaffaire, ook nog redelijk recent. En voorheen ook al vele andere affaires. We hebben zelf ook nog in de Telegraaf gestaan. Chaos in de archieven. Dat is niet hoe je in de krant wil staan. En daarom hebben wij nu de keuze gemaakt, niet alleen voor de korte termijn het laaghangend fruit te vangen, maar juist te gaan voor de lange termijn en voor impact. En daarom hebben we nu inmiddels een meerjarige campagne
Up2Data genaamd. Daar hebben we Data Donderdagen, dat allitereert zo lekker. En twee acteurs die je hier op de foto ziet, ICTA en Data Dave. En met een knipoog stellen zij zaken aan de orde. Vooraf werden ze wel goed gebriefd, dus ze konden het verhaal wel ook echt brengen en een serieus gesprek voeren. Het was niet alleen maar een gimmick. De campagne is geïnitieerd door informatisering automatisering. En proactief wel in samenwerking met onder andere P&O, in verband met integriteit, de afdeling bestuur, de functionaris gegevensbescherming, het WOP-team. Dus integraal. Alles is uiteindelijk informatie. We zetten vooral in op deze vijf hoofdonderwerpen. En af en toe nemen we ook bijvoorbeeld ethiek, algoritmes, Bibop nog mee. Er is bestuurlijk is er steun voor de campagne, zowel ambtelijk als politiek. Een sponsor hebben is namelijk wel handig hierin. En het belang wordt ook echt wel gezien in de top. Zij worden er vooral mee geconfronteerd als het niet op orde is. En zij zijn er verantwoordelijk voor. De nadruk in de hele campagne is dus expliciet breder dan informatiebeheer is alleen maar een DMS of bijvoorbeeld archief. Maar het gaat echt over informatie ongeacht hun vorm. Dus ook proces, bedrijfsapplicaties, MS Teams, alle soorten informatieobjecten. Zelf zouden we graag al die informatieobjecten ook zelfbewust zien. Maar daar gaan we misschien een andere keer over hebben. Ik heb trouwens wel een hele mooie vraag, Marieke, om heel snel even in te breken. Ja? Want je ziet inderdaad ook AVG bijstaan, dus privacy, informatieveiligheid, de security. En de vraag die gesteld wordt, die haakt daar heel erg op aan. Van in hoeverre sluiten de verschillende specialismen op elkaar aan? Spreken de mensen een beetje dezelfde taal? Of moest daar eerst ook nog een brug geslagen worden? Hoe ging dat proces? Nou, het mooie is dat je elkaar hier wel in vindt. Vooral omdat je allemaal begaan bent met informatiebeheer, want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het ook allemaal over gaat. En je met z'n allen merkt dat het best weer barstig is om alle behandelend ambtenaren, of wellicht buiten extern, mensen daar bewust van te krijgen. Dus dat is wel een mooie gezamenlijke deler. Dus ik heb niet het idee gehad dat we daar heel hard in hebben moeten werken om mensen daarin één kant op te laten kijken. Is dat, denk je, voldoende even antwoord? Zeker, hartstikke bedankt. Nou, mooi. Nou, daar kan ik gelijk op doorpakken, want we sturen dus ook echt op die rol en verantwoordelijkheid van die behandelend ambtenaar of van de manager. En mensen worden dus daarmee aangesproken op hun gedrag. En overal is dat vooral waar het over gaat, gedrag en cultuur. Uit al die diverse onderzoeken die we binnen het PZH doen, is dat wel als een van de belangrijkste pijlers naar voren gekomen. In eerste instantie wordt er al heel snel naar techniek gewezen, maar bij doorvragen komt er eigenlijk altijd het cultuuraspect uit. Het is corvée, we hebben er geen tijd voor, we maken er geen tijd voor. Eigenlijk weten we het wel, maar nou, het zal jullie bekend zijn mogelijk. 2 weken geleden was ik bij een congres van Gartner, dat is een gerenommeerd onderzoekadviesbureau op IT-gebied. En daar kwam het ook langs. Your biggest challenges involve getting people to learn and to change, not technology. Nou, daar hebben we nog wat te doen met z'n allen dus. Daarom ook een open vraag aan jullie. Hoe ver kan en mag je gaan in gedragsbeïnvloeding, nudging, boosting? Ik kom er straks nog even op terug, dus die hoeven niet meteen nu wat mij betreft. Maar geef ze alvast aan in de chat hoe jij er ook over denkt. Dat geeft een mooi inzicht in hoe we hier als groep ook over denken. Maar wacht even, nudging, boosting, waar heb je het over, wat is dat? Nudging, een aantal vaak wel bekende voorbeelden. Hollebolle Gijs, urinewaars met vliegen of bijvoorbeeld een bullseye. Afval, plezier, noem ik het maar even. Peuken, elegant verzameld. Deze biedt trouwens ook nog leuke mogelijkheden qua vraagstelling. Op de roltrap, staan doe je rechts, links is voor de lopers. Een pianotrap. Die geluid maakt als je eroverheen loopt. 66% werd er meer gebruik gemaakt van die trap. En natuurlijk de coronacirkels in parken. Oftewel, mensen worden geprikkeld, verleid tot een actie of gedrag. Bij boosting kan je denken aan de Bob-campagne of rookvrije plekken. Dan gaat het echt om intrinsieke motivatie, de wens of maatschappelijke druk om het juiste gedrag te vertonen. Bij bijvoorbeeld COVID is daar nog wel wat te doen.
in de huidige maatschappij. We hebben diverse acties gehad inmiddels. Ik benoem er een paar. Pre-corona was het wel wat makkelijker om zaken live te doen, dus nu hebben we daar wat meer uitdaging in. We hebben spion op je pad en een quiz gemaakt, een stukje gamification. Het bordspel Spion op je pad hebben we geleend van Economische Zaken, hebben we aangepast op de PZA. Dat ging over security en AVG en het spel was ongeveer niet te winnen, maar het ging ook vooral echt om het gesprek voeren met elkaar. Er is een quiz gemaakt, welk digitype ben jij? Laagdrempelig, die stond onder andere vorig jaar in het kerstmagazine. En die hebben we daarna ook online nog wel eens gebruikt. Dus hergebruik van spullen is daarin ook wel handig. We hebben diverse sprekers, inmiddels doen we dat via webinars. Sprekers doen het goed, merken we. We hebben bijvoorbeeld een hacker gehad, Edwin van Andel. En hij leerde ons, een hacker kiest altijd het makkelijkste pad. Vaak is dat de mens. Techfilosoof Rens van der Vorst is langs geweest van het boek Waarom je altijd wilt winnen van je navigatiesysteem. Maria Genova is schrijfster van Komt een vrouw bij de hacker. Die hebben we zelfs al 2 keer gehad. Zij doet dat heel leuk, is heel interactief. Misschien hebben jullie daar Herod al wel eens gezien. En recent hebben we Dennis Lacroix, gemeentesecretaris van Hof van Twente. Die doet de Dennis Tour, hebben we het maar genoemd, over de hack die bij hen heeft plaatsgevonden. Nou, daar zullen jullie ook wel het een en ander van hebben meegekregen. En vorige week hebben we nog een ronde tafelgesprek gehad met 2 van onze gedeputeerden over de impact van de onderwerpen op hen. Zij zijn tenslotte eindverantwoordelijk. En daar hebben we interactieve stellingen in gebruikt of zo'n hack bij ons kan gebeuren, maar ook het gebruik van gratis apps. Hoe gratis zijn die nou eigenlijk? En dan zie je dat zij gelukkig daar ook best wel behoorlijk al op zijn ingelicht. Phishing mail en smishing. Smishing is phishing per sms. Wat we hebben gedaan is eerst een viskraam met gratis vis en tips. Hoe kan je het herkennen, een phishing mail? Die hebben we neergezet bij ons op het binnenplein, voor corona nog. En een week later hebben we de eerste phishing mail gestuurd. Ik geef geen details, maar we blijven mensen. We hebben wel gelukkig onze eigen systemen daarin moeten omzeilen, want de originele mail die sneuvelde meteen in ons filter. Dus dat was hoopvol. SMS hebben we ook een keer gedaan. Dat is wel wat meer onbekend. Heeft ook een link met spoofing, want we hebben ons voorgedaan als onze provinciesecretaris. Gaf ook weer genoeg commotie. En afgelopen zomer weer een nieuwe phishing mail. Ging over headsets. Was blijkbaar een gewild item. Het was wel heel mooi. Ik werd gewaarschuwd dat mensen elkaar gingen waarschuwen. En ik dacht alleen maar, nou, dat is mooi, want dat is wat we willen. Mensen hebben blijkbaar door, er is hier iets. We hebben infographics. Ik laat hem zo meteen, laat ik er even eentje zien. De Wat plaats je waar, een interactieve pdf. Er zijn ook nog andere in de maak. Er is er ook net weer één gelanceerd. Inspelen op actualiteit. Bijvoorbeeld de hacken bij Hof van Twente, toeslagenaffaire. De corona-app versus WhatsApp. Nou, zonder blikken of blozen. Installeert 80% WhatsApp. En de corona-melder-app is heel veel om te doen geweest, zoals jullie weten. Foto uit 2020 trouwens, dus het kan zijn dat inmiddels het anders is. En we hebben een gesprek gefaciliteerd met de directie en GS. Met onze gedeputeerde staten. Dat ging over het boekje Wel iets te verbergen. Die was al eerder op kleine schaal verspreid met Sinterklaas in de organisatie. Door ICT en Data Dave. Met een ukulele in de lunchruimte. Nou, het was echt het baarde wat opzien. Aan aandacht hadden we geen gebrek. En op verzoek hebben we daarna, dus daarmee hadden we onze sponsor te pakken, voor het directieteam een gesprek gefaciliteerd. En later daarna ook weer op verzoek voor gedeputeerde staten. Dus dat is wel heel fijn. Ze kregen van onze recesslectuur dit boek. Het zomer- en het kerstreces hebben we daarvoor gebruikt met een persoonlijke uitnodiging van het bestuurder of het DT-lid. En daar hebben we ook gelijk prikkelende vragen met meegestuurd, zodat alvast over het onderwerp nagedacht kan worden. Extra informatie ook meegestuurd ter inspiratie, kijk, luister en leestertips. Dat ging van films op Netflix tot zondag met Lubach en tegenlicht documentaires. Maar ook verslagen van bijvoorbeeld MH17 en de toeslagenaffaire over informatiebeheer en archivering. Hele leuke gesprekken zijn het geweest. Voor de corona hebben we ook USB-stickjes laten rondslingeren. Was er wat minder
impactvol moment, maar het was wel heel leuk. Want hoe reageren mensen nou eigenlijk? Gebruik je een USB-stick die je niet kent? Nou ja, als ze dat deden, dan kwamen ze op deze tekst uit. Ook daar, we zijn gewoon mensen. We hebben de USB-sticks nooit meer teruggezien. Dus die waren weg. We hebben een kort filmpje heb ik even gemaakt om te laten zien onze infographic, de interactieve, hoe dat werkt. En hiermee geef je mensen handelingsperspectief. Voor de oplettende kijker, bovendien staat specifiek ook WhatsApp benoemd. Het gebruik daarvan willen we liever niet. Maar de realiteit van vandaag leert ons dat het gebruikt wordt en dan moet je er iets mee vanuit informatiebeheer oogpunt. Dus benoem ook wat niet gangbaar of gewenst is met nuance. Even kijken, want... De tijd begint een beetje te dringen, Marieke. Zou je het verhaal in, laten we zeggen, 3 minuten kunnen afronden? Ja, daar ga ik mijn best voor doen. Twee vragen. Nou, geleerd, handelingsperspectief heb ik al even langs laten komen. Maak het persoonlijk, zorg dat het in de privésfeer bijvoorbeeld soms ook komt of de eigen organisatie. Gebruik simpele taal, keep it simple, wat net al werd gezegd. Nudging, die coronacirkels. Of boosting, het intrinsieke gevoel. Heb een lange adem, je bent hierbij nooit klaar, maar ja, dat weten we in het vakgebied. Zend moeheid, hou een verrassingselement. Zenden en ontvangen is niet hetzelfde, maar dat weten we. Soms krijgen we wel eens te horen, nou, dat had wel wat meer gecommuniceerd kunnen worden. Terwijl alles gebruikt was aan kanalen. En gewoon doen. Ja, er zijn mensen die over de zeik zijn, die het niks vinden wat je hebt gedaan met een phishing mail bijvoorbeeld. Een hacker komt ook vooraf niet even afstemmen. Dus zorg dat je bestuurder het weet en je directie. En dan kan je daar eigenlijk niet mee misgaan. Nou, wat we verder nog gaan doen, nieuwe acties. Meer van die infographics, webinars, sprekers verder. We moeten helaas een nieuwe leverancier, aanbesteding technisch. We zijn super tevreden. Podium die heeft ons tot nog toe hierin heel goed ondersteund. Toch is het ook goed af en toe vers bloed te hebben. Maar ja, goed, zij zijn niet er doorheen gekomen. Dus we moeten naar een ander. Ontzorgen was voor ons heel belangrijk en dat hebben ze zeker gedaan. Dus dat zal in het vervolg ook zijn. Gedragsbeïnvloeding, dat komt ook met de open vraag. Dan heb je van Gartner de Culture Hacking Roadmap. Dat gaat over bekijken wat er gebeurt. Wat is het gedrag? Zoek naar waar het schuurt. Waar zit de frictie? Bedenk hacks, bij voorkeur live hacks. Ik hou me enorm aanbevolen als iemand ze kent op dit gebied. Het liefst iets wat beklijft, langere tijd. En ik zou er graag over willen sparren, dus open uitnodiging. Nou, terug bij de tegeltjeswijsheid. Echte verandering vindt pas plaats als je rekening houdt met belangrijke weerstanden. Onbewuste automatische factoren en de complexiteit van gedrag. Heeft veel meer impact op ons gedrag, namelijk dat onze bewuste attitudes en intenties. Zorg voor concrete gedragsdoelen, geef handelingsperspectief. En dan boosting versus nudging. Misschien juist eigenlijk wel het gezamenlijke. Dus het boosting met nudging ondersteunen. Dus het empoweren van beslissingen en ook het onbewust sturen. En veel meer vanuit de mensen gaan denken en gedragsinzichten zijn daar cruciaal onderdeel van. Nou, graag met elkaar ook leren. Hè? Dus wij leren van het Rijk, van en via de VNG. En andersom kan dat natuurlijk ook. In principe was dit hem grotendeels, Gerard. Dus ik weet niet of er vragen zijn of dat er wat is ingezet. Ik wil nog twee vragen stellen. De ene vraag is, er zijn nog heel veel mensen die heel erg onwetend zijn wat betreft phishing en wat dat is. Wat is zeg maar de beste manier om die mensen te bereiken? Ja, nou, als jullie het weten, hoor ik het graag. Nee, ik heb daar geen beste manier voor. Het laten ervaren, denk ik. En dat is echt schrikken voor mensen. En dan kan je het beter maar gepland laten ervaren. En dat gaat echt zover dat mensen gewoon, dat moet je natuurlijk allemaal niet loggen. Dus er zitten haken en ogen aan om het te doen en je moet dat goed regelen. Maar mensen laten tot en met hun wachtwoord geven ze af. Ja, dat... is schrikken, want ja, daar heeft een hacker, die kan dan overal dus bij. Of als iemand kwaad in de zin heeft. Dus dat is gewoon wat je niet wil en dat wil je tegenhouden. En vandaar dat die phishing dus echt wel behoorlijk effectief heeft om het gewoon te doen. Helemaal super. Nou ja, hartstikke bedankt. We moeten helaas door.
Hartstikke bedankt voor je bijdrage. Ik vond het in ieder geval een ontzettend inspirerend verhaal. Graag gedaan. Bedankt. Dan ga ik weer eventjes terug naar de centrale presentatie. En dan ga ik het woord geven aan Mathieu Rutte van de gemeente 's-Hertogenbosch. Die ons zijn visie op de toekomst van het informatiebeheer gaat geven. Jeroen, ik geef jou het woord. Sorry, Mathieu. Goedemorgen, collega's. Ik ben een grote fan van het delen van ervaringen zoals dat hier de afgelopen tijd en bijvoorbeeld ook op het VIA-platform in het algemeen wordt gedaan. Ik ben daar fan van omdat ik denk dat we echt het allerbeste leren en ook het allerbeste vooruitkomen door te doen. En dat vervolgens ook te vertellen aan anderen, zodat die daar op kunnen verbeteren. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we daarmee doorgaan, omdat ik wel druk voel. Ik denk dat we, of ik heb haast. Dus toen ik bedacht wat zou ik eens gaan vertellen, toen bedacht ik me wat zou nou een mooie reden zijn om elkaar binnenkort weer te treffen. En daarom heb ik eigenlijk huiswerk voor jullie. En dat huiswerk heeft alles te maken met Microsoft. Ik zou durven beweren dat als het gaat om fatsoenlijke informatiebeheer op alles wat er bij ons op, in onze organisatie op netwerkschijf ontstaat, dat we dan de boot ernstig gemist hebben. In onze organisatie, bij de gemeente 's-Hertogenbosch, maar ook in alle andere organisaties die ik ken, is het denk ik zo dat daar gigantische hoeveelheden data zijn ontstaan. Heel vaak geproduceerd in Microsoft-achtige spullenboel. Die helemaal niet zo beheerbaar zijn als we zouden willen. Sterker nog, de meeste van die informatie is, gaat het gewoon helemaal niet. En dat heeft alles te maken met metadata en context. En we hebben dan de boot gemist, hè? Dus die netwerkschijven is een fucking drama. En ondertussen heeft zich een nieuwe wereld aangediend, namelijk die van Microsoft 365. En die heeft grote voordelen en hij is ook heel akelig. Want er is een van de belangrijke verschillen van dat Microsoft 365 is dat alles wat je daar doet veel meer context heeft. En dat de functionaliteit die daar beschikbaar is, in hoog tempo uitbreidt. En dus de hoeveelheid context in datzelfde tempo uitbreidt. En ik denk dat we fatsoenlijk informatiebeheer op zo'n omgeving alleen goed ingericht krijgen en goed onder controle krijgen als wij gezamenlijk, dus die ICT'ers en de mensen die verstand hebben van informatiebeheer en archivering, samen aan de slag gaan om te kijken hoe die context ons kan helpen en waar die ook, noem het maar even, gevaarlijk is of te veel afhankelijkheid biedt. Dus het huiswerk gaat over eigenlijk de standaard die we met elkaar bedacht hebben, dat MDTO. Er zijn mensen die zijn daar heel enthousiast over en als ik heel eerlijk ben, ik nog even niet, omdat ik benieuwd ben hoe die standaard zich in de praktijk gaat houden. En het huiswerk is als volgt. Ik zou jullie willen uitdagen om de komende tijd aan de slag te gaan op jullie eigen Microsoft 365 omgeving. Ik kan me niet voorstellen dat er nog iemand is die hem niet heeft. En eens te kijken hoe je daar die MDTO standaard van ons, die wij nu hebben, kan toepassen op die omgeving. Hoe werkt dat dan? Wordt die metadata die je nodig hebt, die je volgens die standaard moet verzamelen, al geautomatiseerd binnen de Microsoft functionaliteit opgeleverd? Moet je veel aanvullen?
Is dat ook realistisch als je het inricht? Gaan mensen dat ook echt doen? Ik denk in de meeste gevallen als mensen wat moeten doen, dat dat niet zo goed lukt. Dus hoe ver kan je gaan in het automatisch toekennen van metadata? En vervolgens, hoe helpt dan die MDTO-standaardje om het informatiebeheer ook echt onder controle te krijgen? En ik hoop dat we dat met elkaar kunnen gaan doen de komende tijd. En dat ik jullie over een tijdje mag terugzien om die ervaringen terug te horen. En dan hoop ik dat we deze keer de boot niet missen. Want dat is wel wat gaat gebeuren als we te lang blijven nadenken. En te lang blijven praten over dit soort standaarden in plaats van ze toe te passen. Dus mijn afsluiter is eigenlijk een tot ziens. En ik ben benieuwd naar het resultaat van dat huiswerk. Dank jullie wel en tot binnenkort. Mag ik jou nog wat vragen, Mathieu, voordat je waarschijnlijk gaat naar de lunch? Hoe zie jij het voor je? Want er is iemand die zegt goede oproep, maar ik ben huiverig over de technische mogelijkheden. Aan de andere kant wordt er vanuit in dit geval gemeente Groningen gezegd, wij pakken dit op, wie schuift aan, wie gaat er mee helpen. Ik zelf ben laatst ook met een andere grote gemeente hierover in gesprek geweest. Want in hoeverre is het realistisch om record management toe te passen op zo'n dergelijke omgeving? Met alle diversiteit, we hebben dan OneDrive nog niet gehad, OneNote, wat ik persoonlijk ook een gigantisch drama vind. Moeten we niet gewoon zeggen van heel leuk allemaal, maar we stellen onze gebruikers gewoon verplicht om de informatie die daar staat alleen maar voor vluchtig gebruik neer te zetten voor het samenwerken. En vervolgens, zodra het status krijgt, zetten we het over naar een ander systeem. Is dat misschien niet een veilige route? Ja, hoe realistisch denk je dat dat is? Ja, kijk, dat is houding en gedrag. En dat vind ik ook heel mooi om weer even een loop terug te maken naar het verhaal van Marieke. We zullen mensen daarin moeten gaan nudgen, om het woord maar even te gebruiken. Ja. En ik zeg altijd, informatiebeheer is 99% houding en gedrag. Zolang wij nog niet echt deep learning, kunstmatige intelligentie hebben, zullen we op die gebruiker moeten gaan zitten, op de mensen. Ja. En ik zelf, en ook ik zie dat Microsoft probeert nu een beetje iets met records manage te gaan doen. Maar dat is nog echt die Amerikaanse manier gericht op documenten. Daar hebben wij in onze Nederlandse paradigma rond informatiebeheer, waar we veel meer op proces zitten, hebben we gewoonweg niet zo heel veel aan. Dus moeten we deze uitdaging aangaan? En hoeveel geld moeten we er tegenaan gaan smijten om die ontbrekende functionaliteit, waarin we ook niet altijd door laten we zeggen, de faciliterende partijen ondersteund worden? Moeten we die uitdaging aangaan of moeten we die uit de weg gaan? Ik vind dat toch wel interessant. Nou, wat je zegt, dat begrijp ik heel goed. Hè? Vandaar ook dat ik begin over die MDTO-standaard. Omdat, kijk, je wil natuurlijk niet in de situatie terechtkomen dat je allerlei belangrijke eeuwig te bewaren spullen in zo'n omgeving houdt. Want die is zo merkafhankelijk als de pest. En dat wordt steeds erger. En daar doen we niks aan. Dus je kan het echt op je buik schrijven dat je daarop kan sturen. Of dat wij in ons kleine uttefrutte kikkerlandje daar ook maar enige invloed op hebben. Dus het gaat gebeuren en het gaat gewoon doorgroeien. De vraag is dus, en daarom ben ik ben wel serieus over dat huiswerk. De vraag is dus hoe je datgene wat er ontstaat in die omgeving, waarvan je zelf bedenkt van ja, maar hier willen we echt grip op houden, zodanig in die omgeving kan voorzien van metadata, zodat je het, noem het maar even, verantwoord kan overbrengen. Dus, en dan zal je die standaard zoals we met elkaar hebben bedacht, moeten inbakken in die Microsoft 365 omgeving. Want later metadata toevoegen, nou ja, ik weet niet of jullie dat wel eens gedaan hebben, maar dat is echt rampzalig, dus dat wil je helemaal niet. Dus welke inrichting van zo'n omgeving, of welke aanvulling, of welke eventueel nudging, hè, of menselijke acties, kan je vastknopen op zo'n Microsoft 365 omgeving, zodat je de metadata zo goed mogelijk op orde hebt, waardoor je inderdaad kan overdragen. En je gaat, zeg maar,
wat ga je overdragen? Weet ik veel, 10%, 5%, maar een heel beperkt deel van wat er allemaal ontstaat. Want je hebt gelijk, het meeste is vluchtig, dus hè, dat zal wel. Maar datgene waar je grip op wil houden, daar wil je de metadatering fatsoenlijk van houden. En volgens mij hebben we met elkaar bedacht dat MDTO ons daarbij zou moeten helpen. Nou, ik ben benieuwd. Nou, ik snap jouw boodschap en waarschijnlijk gaan we elkaar ook op dit onderwerp nog zeker een keer over spreken. Het is wel een interessante vraag gesteld van hoe zie jij dit zich verhouden tot Common Ground? Als gemeente, in ieder geval een steeds groter wordende groep gemeenten wil zich meer gaan richten op Common Ground. En dan zit het natuurlijk nog steeds met die walled garden van die Office 365 omgeving. Hoe zie jij dat zich tot elkaar verhouden? Ja, Common Ground is voor mij alles bepalend. Die informatiekundige visie is wat mij betreft echt de richting die we voor de komende jaren moeten gaan vasthouden om ons werk fatsoenlijk te kunnen blijven doen. En standaardverklaring is daar een van de topprioriteiten. Dus vandaar ook dat ik begin over dat MDTO nog een keer. Hè. Zo'n standaard is essentieel. Die kan je namelijk in heel veel gevallen gewoon prima voorschrijven aan de leveranciers waar je zaken mee gaat doen. Dus voor heel veel functionaliteiten, met name heel veel toegepaste functionaliteiten in de wereld van gemeenten, kan je op die manier de boel goed verzekeren en in de basis fatsoenlijk regelen. Daarnaast heb je samenwerking en wat minder strakke processen ingerichte, dus meer fluïde manieren van werken. En daarvoor wordt Microsoft gebruikt, dat doen wij ook. En dat is alles wat je doet in die Microsoft-omgeving voldoet ook niet aan de informatiekundige visie Common Ground. Echt niet. Dus de vraag is dan, hoe kan je het deel waarvoor dat wel essentieel is, op de juiste manier verzekeren? En ja, dan kom ik weer terug op die standaard. Die is echt veel belangrijker als veel mensen nu denken. Dus we moeten dat ding in de vingers krijgen. En op dit moment hebben we hem wel. Maar ik word er nog niet zo vrolijk van. Dus ik heb dringend behoefte aan ervaringsverhalen. Nee, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat we hier ook veel reactie op gaan krijgen. Ik heb nog maar 2 minuten om de sessie van vandaag af te sluiten. Dus dat ga ik bij deze doen. Mathieu, ontzettend bedankt. Ik vond het een mooi verhaal. En hopelijk gaan we elkaar er allemaal over spreken in het komende jaar. Ja, zou leuk zijn. Bedankt. Ik ga dan vervolgens verder met een laatste stukje informatie. Sowieso komt deze webinar ook nog op onze Kia Playo site bij het stukje informatiebeheer nu. De campagnes die we hebben, daar komt die informatie beschikbaar. Ik wil bij deze ook een oproep doen aan iedereen. Sluit je aan bij ons platform en schrijf een blog. Sluit je aan bij een werkgroep die er is. Want er zijn ontzettend veel niet gehoorde stemmen in ons land. Er zijn heel veel mensen die zijn expert op een bepaald gebied zonder dat ze daar zelf bewust van zijn. Laat je zien, laat van je horen. Schroom niet, want ook jouw verhalen willen we horen. Dus bij deze komt allen tezamen op Kia Playo, om het zo maar te noemen. En vervolgens willen we ook nog jullie aandacht vragen voor de evaluatie. Voor iedereen die onze sessies heeft bijgewoond, die er misschien nu niet bij is, zullen we waarschijnlijk nog een oproep doen, ook gewoon op ons platform via een blog. Maar de mensen die nu kijken, jullie kunnen zo meteen in de chat een link vinden naar de evaluatie. Vul die alsjeblieft in, daar hebben we wat aan. En dan kunnen we ook kijken wat we voor 2022 willen gaan doen. En ook in de presentatie die we later zullen delen, zit een link naar de evaluatie. Dus mensen die dit nu later terugzien, die kunnen dan alsnog die evaluatie invullen. Dan wil ik jullie allemaal bedanken, want ook zonder jullie waren deze kennissessies niet mogelijk. Ik wil de organisatie bedanken, ik wil de VNG bedanken ook dat ze ons weer technisch hebben ondersteund. En ja, dat was het. En hopelijk zien we elkaar weer in 2022 in goede gezondheid, met misschien wel fysiek, met minder maatregelen. Dat zou mooi zijn. Dus ontzettend bedankt en hopelijk tot snel. Tot ziens.